Mick van Buren, welkom bij ADO Den Haag. Je wordt de rest van het seizoen gehuurd van Slavia Praag. Hoe is het om hier te zijn? Ja, dankjewel. Het voelt goed. Het voelt goed. Ik ben vlakbij thuis, dus na 7 jaar voelt het goed eigenlijk om hier in Nederland aan de slag te gaan. Speelt dat mee in de keuze om naar ADO Den Haag te gaan, dat je weer dicht bij huis bent? Nou, ik wilde graag naar Nederland toe en ja, ADO kwam eigenlijk in een heel vroeg stadium. En ja, dat pakte hem eigenlijk direct. En ik ben hartstikke blij om hier te zijn en te beginnen. Wat heeft je over de streep getrokken om naar ADO te gaan? Misschien ook de manier van aanpakken van de trainer toen ik dat hoorde. Ja, ik denk dat de Nederlandse competitie voor mij leuk is om mezelf te laten zien. Ik denk niet dat veel mensen mij ja, als voetballer kennen. Dus dat is leuk om eindelijk een keertje hier in Nederland te zijn. Introduceer jezelf dan eens als voetballer? Als voetballer ben ik echt een hardwerkende spitsaanvaller. Aan de buitenkant heb ik ook veel gespeeld. Iemand die het moet hebben van zijn snelheid, de loopacties achter de verdediging en 1-op-1 acties. En ja, wat ik al zeg, ik ben een hardwerkende speler die altijd 200% geeft, dus dat kan je zeker verwachten. Je hebt bij Excelsior gespeeld, gedebuteerd in het betaalde voetbal. Daarna via Esbjerg in Denemarken bij Slavia Praag terechtgekomen. Ja. Nu bij ADO Den Haag. Wat is jouw indruk van de club? Ja, ik denk dat het best wel in het rijtje past van de clubs waarbij ik nu speel. Ook als ik kijk naar de fans. Onze fans bij Slavia Praag zijn erg goed en enthousiast. En zo zie ik de fans hier bij ADO ook altijd als ik naar de wedstrijden kijk. Dus ik denk dat de clubs wel wat draagvlak hebben. En ja, ik denk dat het zeker de club is die bij mij past. ADO Den Haag is natuurlijk wel een club wat de moeilijke eerste seizoen zelf gekend heeft. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, zeker. Ik kijk gewoon de Nederlandse competitie, dus ik heb alles gevolgd. Maar ik denk wel dat ADO eigenlijk een selectie heeft wat echt beter hoort te staan. En ja, ik ben ook echt van overtuigd dat dat ja, beter zal gaan in de tweede competitiehelft. Hoop je zondag al bij te kunnen zitten tegen RKC? Nou, ik denk het wel. Ik heb nu 1 week voorbereiding gehad. Een zware voorbereiding bij Slavia. En ik voel me gewoon prima. Dus ja, ik ga deze week aansluiten en ja, ik hoop er gewoon bij te zitten.